we zijn niet echt goed gestart, denk ik. Het ging al gelijk opgaand. 1 doelpuntje voor, max 2, denk ik. Maar je voelde al dat we toen ballen aan het missen waren, dat we in de verdediging niet echt ons ding aan het doen waren, wat we toch geprobeerd hebben neer te zetten. En je zag bij Lions het vertrouwen groeien en op elke positie was er gigantisch veel gevaar en een heel hoge efficiëntie. En bij ons was niet iedereen al van de partij vandaag. Ik denk dat Lions die zeker verdiend overneemt. We hebben er wel voor geknokt, alhoewel ja, verdedigend laten we het volledig afweten, denk ik. Ik denk aanvallend ook misschien, maar is niet per se veel slechter dan andere wedstrijden. Het is vooral verdedigend dat we gretigheid misten, dat zij heel goed kunnen aanleggen en dat we onze keepers veel te weinig steunen daarin. Dus daarmee pakken we ook onze sterkste punt af, namelijk tegenaanval. Ja, als we geen ballen kunnen tegenhouden, kunnen we ook niet snel die ballen brengen. En ik denk dat dat het grote verschil is met andere wedstrijden en dat we het daardoor zo moeilijk hebben. Ja.